auteur Paul Woei heeft zijn boek Residentie in de kolonie Suriname begon met 1 cent birambi op azijn. Gisteravond gelanceerd op de Chinese ambassade. Het boek vertelt een historisch verhaal van Chinese contractarbeiders in Suriname en een bijdrage aan de Surinaamse gemeenschap. De Chinese ambassadeur Han Ying zegt dat Paul Woei een belangrijke bijdrage levert aan de Chinese gemeenschap in Suriname en daarvoor ook gerespecteerd wordt. Met zijn boek vertelt Woei ook hoe de Chinezen zijn uitgegroeid tot 1 van de 6 hoofdbevolkingsgroepen in Suriname. I'm delighted and grateful that Mr. Woei has systematically documented this epic journey, allowing various sectors of society to understand the significant contributions of the Chinese community to the economic and social development of Suriname. The Chinese community organizations lead our compatriots in deep integration into Surinamese society, passing down Chinese culture through generations. They also have a great tie with China, forming a bridge between the relations of our two countries. Voor de activiteiten rond de herdenking van 170 jaar Chinese immigratie is de Chinese minister Sheng Xu van het Bureau voor Overzeese Chinese Zaken van de Staatsraad gisteren naar Suriname gekomen. Paul Woei overhandigde haar het eerste exemplaar van zijn nieuw boek. Residentie in de kolonie Suriname begon met 1 cent birambi op azijn. Hij liet haar weten dat Chinezen in Suriname een belangrijke rol hebben vervuld tijdens de Tweede Wereldoorlog. Many Chinese during the war contributed small amount and that went to China to help the Allied cause to get the Japanese out. And this is one of them. It's a very important document. And this is a contribution of a Chinese descendant. This is the first consul I was talking about who visited Suriname in 1944. That's all about it. I hope in verband met de herdenking van 170 jaar Chinese immigratie is er dinsdag op het Brasaplein in het centrum van district Nikeri een monument onthuld.